We hadden 17 doelpogingen. Ik denk dat alle statistieken in ons voordeel waren. Alleen, ja, moeten we die momenten meer gaan pakken? Als je vorige week KV Mechelen ziet, leid je 2 keer balverlies en het staat 2-0. En wij hebben iets te veel momenten nodig om een wedstrijd te beslissen. En dan moet iedereen vol aan de bak, 90, 95 minuten, om die 3 punten over de streep te trekken. Maar uiteindelijk, ja, heb ik mijn groep gefeliciteerd op een moeilijk bespeelbaar veld. De wind, de regen. En dan ja, een jongen van 20 jaar die het verschil maakt. We had a difficult game. We had a lot of chances in the first half, also in the second half. But it's very difficult when you play against a team who defends with 10 players. Sometimes with 11 players they defend. We had the chances, but okay, we scored 10 minutes before the end, and this is the most important. We get 3 points, and we look for the next game. Vandaag zelfs een aantal jongens uit de kern moeten laten, zoals een Guillaume de Schrijver, een Nicolas Rommes, die zelfs niet bij de 18 waren. Dus dat geeft wel aan hoe scherp je moet zijn momenteel om bij de 18 te zijn. Hè. Maxime Bisset die geschorst is. Volgende week is dat dan Gilles de Walen. Ik denk dat we een doelpuntje nodig hadden om ons wat bevrijder te laten spelen. En ja, het is jammer, die valt dan net niet in de eerste helft. Ik denk dat we een paar keer konden aanspraak maken op een penalty. Maar dan kregen we die niet. En ja, je voelt dan dat er wel een beetje twijfel is, zeker omdat ik vond ons zeker de eerste helft niet slecht spelen en dan de tweede helft houden we het moeilijk met de wind. En dan voel je van oei, nee, het zal toch niet waar zijn dat zij 1 keer op de tegenaanval gaan toeslaan. Maar ja, dat scoren we en ik denk gewoon oververdiende overwinning. We hebben de eerste van de 4 finales tot een goed einde gebracht. En nu hebben we nog 3 finales en we hebben 2 dagen vrijgegeven om even te bekomen. Maar vanaf maandag is het weer vol aan de bak. En heel hard werken, heel nederig zijn. We hebben een goede zaak gedaan. Maar we moeten nu nog 3 finales spelen waar we nog meer dan, denk ik, voor de wedstrijd het lot in eigen handen hebben. We hebben nu druk gezet, vooral op Lommel. Maar Leuven staat nu op 10 punten, Tubize op 9 punten. Het verschil tussen winnen en verliezen of gelijk was ik heel groot. Ik denk vandaag, eerst en vooral konden we kloof slaan nu met Leuven en Tubeke en hopelijk Roeselaar ook. En ja, het is gewoon nu afwachten wat onze concurrenten gaan doen. Maar we moeten vooral op onszelf focussen ook. Ik denk dat er zaken waren die beter kon. Het was wel heel moeilijk om te voetballen, maar volgende week op Leuven komen we normaal in iets betere omstandigheden en dan gaan we tonen wat dat we waard zijn. Ik las in de krant, Bruls is een hele goede speler, maar hij mist wedstrijdritme. Ja. De enige manier om hem ritme te geven is hem door te laten spelen. En hij heeft mij deze week heel veel goede dingen laten zien. We hadden ook zijn medische testen bekeken, waar hij heel goed scoorde. Als je een verzuring hebt op 16,4, dat wil zeggen dat je conditioneel in orde bent. En hij heeft me ook aangegeven na de wedstrijd dat hij makkelijk die 90 minuten kon volmaken. En je ziet dat hij kwaliteiten heeft en dat spelers van mijn ploeg hem ook heel snel inspelen, omdat ze weten dat er dan ja, toch wel iets te gebeuren staat. Okay. Christian zal nog stappen moeten zetten, fysiek. Ik bedoel dan wedstrijdritme. Maar je kan hem alleen maar wedstrijdritme laten opdoen door hem te laten spelen. En ik denk niet dat Christian Bruls iemand is die je met belofte moet laten spelen. Dus vandaar dat we hem gezet hebben. Vandaag terug je eerste wedstrijd voor Westerlo. Welk gevoel had je daarbij? Een topgevoel. Ik denk dat kun je niet in woorden zeggen. Dus als je 7 maanden aan de kant staat, niet eens een ploeg hebt, dan ben je zenuwachtig om terug op het veld te staan. En dan was het natuurlijk zeker mooi direct 90 minuten te kunnen voetballen. Is er veel veranderd in die jaren dat je weg was volgens jou? Het gebouw is hetzelfde, bestuur ook. Dus ja, zeker de spelers zijn anders, de trainer is anders. De trainer ken ik een beetje van Gent. Dus het was niet moeilijk om zich aan te passen. En dat is toch gemakkelijker om dan zeker 3 dagen later al een wedstrijd te mogen spelen. De wedstrijd van vandaag was een belangrijke en ja, het is gelukt die 3 punten te houden. Hè? Ja, zeker. Ik denk ze waren punten gelijk met Lommel. Dus we moeten nu elke wedstrijd nemen, voor de winst gaan. En, ja. Heeft me vandaag toch al een redelijk goede partij gegeven. Ik weet dat hij nog beter kan. We zullen heel hard werken. We zullen hem nu een beetje moeten taperen. Want
Hij zal toch het 2-3 dagen gaan voelen dat hij nog eens 90 minuten heeft gespeeld. Maar het is wel een speler die ja, ons een extra kwaliteit geeft en een extra troef. En ik ben heel blij met wat hij vandaag al heeft laten zien. Volgende week is OAL. Die hebben heel goede spelers. Die hebben topploeg. Nu een nieuwe trainer. Dus dat verandert altijd iets in de eerste wedstrijd. Dus dat wordt heel moeilijk voor ons.